En het mooie van het stukje van die opkomst is dat het voor ons heel erg leuk is om te doen. En ook het meest zenuwachtigste. Van de ene kant is het ook wel leuk om ermee te beginnen, want dan heb je die stress van het oplopen, wat eigenlijk iets heel kleins is, hebt gehad. En dan ga je gewoon meteen de wedstrijd in en denk, oh, we hebben dat stuk gehad, nu kunnen we de wedstrijd beginnen, zeg maar. Ik heb nog nooit zelf al buikpijn gehad. De opbouw richting de NK verliep voor mij niet helemaal vlekkeloos. Want een paar weken daarvoor ging mijn duim uit de kom en dat was natuurlijk wel echt even schrikken. Maar uiteindelijk heb ik wel gelukkig goed weer de training op kunnen pakken en was het allemaal op de NK alweer redelijk ver. Nou ja, voor mij was inderdaad het traject al naar het NK was de vraag of ik mee ging doen. Ik had namelijk wat last van een voetblessure en een rugblessure. En het ging langzaam wel beter, maar het ging niet snel genoeg. Dus hebben we allebei wel een beetje gedacht, oké, we gaan het gewoon proberen. En in principe ging dat eigenlijk nog best wel goed voor wat ik getraind had. Ik was wel blij dat ik daarna wel op werd genomen in het EK-traject. Ondanks dat ik nog niet alles had laten zien wat ik in mijn mars had. Het was niet echt een doel of zo om Nederlands kampioen te worden, maar het is natuurlijk wel super leuk. Daarna hebben we doorgetraind in de Tialf. Dat was wel echt een super ervaring. Het was heel gaaf om daar een heel mooi podium te hebben. En gewoon echt te kunnen trainen in de situatie waar je uiteindelijk ook terecht komt op de EK zelf. Toen hadden we daarna de Summer Challenge in Tialf. Interland met Japan en Engeland en België. En die wedstrijd ging voor mij echt heel goed. Ik had daar ook een punten voor geturnd. Ik wist wel dat ik het kon, maar het moest er gewoon nog een keertje uitkomen. En dat het dan op dat moment allemaal eruit kwam, was gewoon heel goed. Ja, toen werd ik inderdaad opgenomen in het team. En daar was ik gewoon hartstikke blij mee. Ik had gewoon weer hartstikke zin om naar een EK te werken en gewoon met het team daar te kunnen staan. Ik trainde gewoon met het idee dat dat zeg maar het team was en dat zij naar het EK gingen. En toen was het volgens mij wel al het eerste toestel zo, dus het was best wel in het begin van de training. En ik zag toen wel wat er gebeurde, maar in het begin dan denk je gewoon dat het wel goed komt en zo. Alleen dan zie je toch hoeveel pijn ze echt heeft en dan weet je eigenlijk ook wel van dit is niet goed. Nou ja, het gebeurde op vloer met een adrie flikvlak triple punch. Ik wilde die punch maken, maar ik had met triple schroef veel te veel vaart over. Dus rolde ik zeg maar van de vloer op een podium en ging mijn hand eigenlijk een beetje op de vloer en op het podium. Echt een paar seconden later dacht ik, ja, het gaat niet helemaal. Dus toen is het begeleidingsteam gelijk bij me gaan zitten. Die sfeer dan ook in de training is toch anders. En je weet zelf, je weet het gewoon nog niet. Want ja, het zou ook gewoon kunnen dat het gewoon natuurlijk goed afloopt. En het is ook gewoon heel erg om dat zo bij iemand te zien, zeg maar. Ze was dus naar het ziekenhuis gegaan en wij hebben gewoon de training zo goed mogelijk proberen af te maken. En ik denk dat we allemaal wel het gevoel hadden van, oh wat nu, zeg maar. Dus ik zei toen ook denk ik tegen Vera van bij het volgende toestel sprong, omdat wij drie eigenlijk sprong zouden doen. Van even niet aan denken en gewoon even
onze taak zeg maar volbrengen en nog gewoon goed de training doorkomen. En toen op een gegeven moment kreeg ik inderdaad te horen dat het niet al te best was. Nou, toen moest ik wel echt even goed huilen. En ja, toen heb ik echt ook met mijn vriend gebeld, met mijn ouders. Maar zeg maar, Mark, de fysio, die heeft echt eerst het woord moeten doen met hun en moeten uitleggen wat aan de hand was. Want dat kon ik zelf niet, omdat ik gewoon constant moest huilen als ik moest uitleggen wat er was. En ja, na de training zijn we teruggegaan naar het hotel om te eten. En toen is uiteindelijk Etora teruggekomen van het ziekenhuis. En toen kwam ik daar aan en zag ik de meiden en had ik gewoon mijn gipshandje. Toen ging het wel weer even lopen en gingen we met z'n allen even bespreken hoe we het gingen aanpakken en toch wel even afscheid nemen. En, ja, je wens ze gewoon heel veel succes en je krijgt vooral steun van hun, van wat er op dat moment is gebeurd. En ja, veel kan je niet zeggen, je hoopt gewoon dat het team, dat het zeg maar die avond, dat het er nog mee zit waarschijnlijk, maar dat ze dan de volgende dag dat ze het gewoon met elkaar kunnen oppakken. En dat ze gewoon een topprestatie daar kunnen neerzetten. Dus toen heb ik die avond heb ik nog alles snel moeten inpakken en zo. En toen de volgende dag was het dan naar Glasgow. Tish, waar zijn we? Takeaway. Ja, waar gaan we heen vandaag? Schiphol! Ik begin altijd wel heel vroeg met mijn koffer inpakken, maar ik neem van alles zeg maar het dubbele mee, dus mijn kilo's gaan altijd die vliegen omhoog, maar het lukt me wel altijd. Zelf was voor ons best wel pittig, want alles was zeg maar in één week gedrukt. Dus we wisten wel dat als we de eerste dag goed zouden doen, dat je dan gewoon wel 4 dagen achter elkaar, bijna achter elkaar, in ieder geval in één week moet presteren. En dat is best wel spannend, want ja, normaal heb je wel wat meer ruimte in een toernooi. Alleen dan zit er nu dus alles heel dicht op elkaar. Ja, ze hebben hier staan, maar even rond bij de snel. Daar staan. Kom op, je kan het. Die blauwe toon. Die kamer is hier, kun je wel bereiken maken. Dag 1. Wij zijn vanochtend begonnen in de fitness en ik heb daar gewoon een goede krachttraining gedaan en iedereen heeft zo zijn eigen programmaatje gedaan. Kamer hier, moesten we ongelooflijk lang wachten en we hebben vandaag een rondje met heel Nederland, dus waar je normaal de toestellen deelt in senioren, hebben we nu gewoon junioren en senioren van het land samen en we zijn eigenlijk lekker aan het opbouwen voor morgen. Dinsdagochtend word ik wakker en ja, het was niet al te best. Ik kon niet eten omdat ik heel veel moest overgeven. Dus dat was gewoon heel erg vervelend. En het enige wat je dan kan doen is hopen dat het snel overgaat. Opstelling al veranderd omdat Etora was uitgevallen en nu was het wel een beetje onzeker of dat Tisha wel beter zou zijn. In eerste instantie zou ik alleen sprong gaan doen en daarna kwam vloer erbij omdat Etora was uitgevallen en brug. Omdat Tisha dus ziek was op de podiumtraining had ze niet de bal kunnen voelen op het podium zelf en ik had die bal wel gevoeld. Dus toen was het van één toestel naar meerkamp. Hoe was dat? Nou,
ik vond de bal super spannend, omdat het is gewoon niet mijn sterkste toestel. En dan moet je het ook nog in een 5-3-3 systeem voor het team gaan doen. Heb ik gewoon heel veel met Patrick 1-op-1 in de training aan bal gedaan. En dat ging eigenlijk super goed. Toen, ik kreeg iedere dag wel meer vertrouwen in dat, ja, dat het wel goed moest komen. Vertrouwen dat goed komt, maar het is inderdaad even een setback. Kom maar. Kom maar op mijn vrienden. Nou, het ging vandaag over het algemeen denk ik wel goed. In ieder geval genoeg informatie kunnen verzamelen. Ik zag bijvoorbeeld op vloer wel dat ik even een aantal beurten nodig had om de timing goed te voelen. Brug was daarentegen direct goed en balk moest ik ook wel even zoeken, maar ik had het uiteindelijk wel. Dus genoeg informatie, een nachtje over slapen en dan is het goed genoeg voor donderdag. I recognize you from, are you in Montreal? Yes. Yeah, I remember. At a wave or a kiss or go. Look at the camera, look at the camera, look at the camera, look at the camera. Finish. Thank you very much. Hello. Wat een talent, Anne. Zo, dat ging gewoon niet Hebben jullie er zin in? Je suis désolé. Zeker. Waar beginnen we eigenlijk? Ik ben trop preu. Ce n'est pas mon affaire. Vloer. Je peux les conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain homme et donner le malheur. Oh, gehydrateerd. Binnenkomst in Glasgow, dus altijd een heel show. En het mooie van het stukje van die opkomst is dat het voor ons heel erg leuk is om te doen. En ook het meest zenuwachtigste. Hoe je het ook zegt. Maar het is heel erg spannend ook om te doen, omdat het natuurlijk, ja, je wilt het allemaal wel goed neerzetten. Dus van de ene kant is het ook wel leuk om ermee te beginnen. Want dan heb je die stress van het oplopen, wat eigenlijk iets heel kleins is, hebt gehad. En dan ga je gewoon meteen de wedstrijd in en oh, we hebben dat stuk gehad, nu kunnen we de wedstrijd beginnen, zeg maar. Zenuwachtig en als je dan die arena binnenkomt, dan krijg je ook wel echt spanning. Ja, de kwalificatie ging eigenlijk voor ons allemaal wel redelijk goed. Er waren niet heel veel grote fouten, maar we konden ook nog niet meteen zeggen dat we echt heel goed gepresteerd hadden. En we moesten dus nog wel echt afwachten wat die laatste subdivisie ging doen. Maar gelukkig was het aan het eind van de dag wel duidelijk dat we dus wel gelukkig die top 8 hadden en een aantal individuele finales. Wel een normale wedstrijddag, alleen je weet wel gewoon dat het een finale dag is. En, voor mij is eigenlijk altijd een teamfinale vind ik een van de bijzondere wedstrijden van een toernooi, omdat ja, daar valt echt je individuele prestatie echt gewoon helemaal weg. Dus het is echt het dienen van het team, zeg maar. En, die finale was wel echt heel spannend. Dus eigenlijk vanaf het begin al, omdat we een bal begonnen, dat is eigenlijk een hele moeilijke start wel. Het was van de ene kant ook wel fijn dat we het gewoon gehad hadden. En we hadden wel gewoon best wel goed puntentaal neergezet. En de rest van de landen moeten dan daar nog wel overheen komen. Dus ik denk dat we vooral ook echt per toestel hebben gekeken. We zagen allemaal dat we derde stonden. En Tisha en ik waren dan na sprong al klaar. Dus wij hebben de hele tijd al met elkaar zo gezeten van oké, ik hoop zo dat ze het goed doen en zo. En Celine die ging toen als eerste en die turnde haar oefening echt gewoon super goed uit, gewoon maximaal denk ik. En
ze zetten zo'n hoge score neer. En toen kwam Vera ook met een hele goede brugoefening. Dus toen moest alleen Sanne nog. Dat was wel echt een heel spannend moment. Ja, ik denk wel dat dat wel een moment is die blijft wel voor de rest van mijn leven bij me. Zeg maar. Om op zo'n moment klaar te moeten staan en daar te staan voor je team. En dan als het ware af te mogen maken. Dat voel ik heel erg als een eer, maar ik ben ook dan wel heel erg blij dat het lukt. En Sanne Land die afsprong, dan is gewoon echt zo van yes, we hebben het gedaan, weet je wel. Ik sliep samen met Serine op de kamer tijdens de EK. En ik was toevallig aan het douchen en toen kwam ze de kamer in en toen zei ze, mag ik binnenkomen? Toen zei ik, ja hoor. En toen kwam ze zo met zoveel schmink zeg maar, naar binnen en ik zo, wow, dit is echt wel heel vet. En toen vroeg ik natuurlijk, ja, ga je dat morgen ook doen? Toen zei ze, ja, ja. En dan ook mijn haren zo als een katje. Dus ja, dat was gewoon super vet. Ja, de bankfinale zelf vond ik wel heel spannend. Het was natuurlijk weer in Glasgow en daar was het ook al een keer eerder natuurlijk heel goed gelukt. Maar de omstandigheden zijn, die brengen gewoon wat spanning met zich mee. Zo'n mooie arena en dus volle spotlight als het ware erop. En de andere toestellen zijn dan ronken. En, ja, dat brengt wel veel kriebels zeg maar, met zich mee. Ja, ik denk wel dat het gewoon heel erg mooi is om de medaille te zien en eraan terug te denken. En het geeft wel motivatie om weer heel hard te werken voor dit WK. Ja, deze keer lag dus gewoon echt de optie van, ja, Celine, ga je laten opereren of niet. We zijn nu in de fase dat ik dus weer normaal moet leren lopen. Daarna komt pas rennen, daarna komt pas springen. Dus ik ben makkelijk 3 maanden verder, denk ik. En daarom hebben we het ook gepland om het voor dit WK te doen en niet te pas na. Zodat je gewoon echt in 2019 weer kan starten. Ouder ik word, hoe volwassener ik word, hoe beter het gaat en hoe meer dingen ik leer. En ik denk dat dat mij ook nu nog motiveert te blijven turnen, omdat ik weet dat het nog beter kan. Wees scherp in elke training tot het einddoel.